free station for a free nation. Tweede luitenant John P. Gisbert, 3rd Squadron van onze vliegbasis Vandenberg, is tot op heden niet teruggekeerd. Volgens het laatste bericht van de legerleiding is de wagen, die voor een grote beurt bij de legeronderhoudsdienst had moeten zijn, evenals zijn echtgenote Danny, spoorloos verdwenen. Het onderzoek wordt voortgezet. John Gisbert was 42 jaar. 41, asshole. Postuum. Altijd naar als je te veel drinkt. En jij dan? Ik heb nooit een kater. Jij bent het gewend. Dus ik droom altijd leuk. Vertel hem maar aan je psychiater, kan die weer een idioot hoge rekening sturen. Viviana. De mijne is beter en goedkoper, ja? Maar gefeliciteerd, hè? Wat nou weer? Oh ja, verdomme. Sorry, schat. Shit. Oh, John. Wat lief van je. Van harte gefeliciteerd. John, een tweede televisie. Dank je wel. Krijg ik niets. Rustig maar, ik krijg niet eens een kans. Het staat op je werkkamer. Een home trainer. Ja. Hé, hey, kloppen, jochie. Ah. Ah. Wijntje. Een tijger. Wat ben je toch een schatje. Moet jij niks? Hij heeft al gegeten, hè? Valentin? Ik wil wel een hond. Hé, hey, hey, die stinken en poepen alles onder. Telegram. Van je dochter. Congratulazione, 20 jaar huwelijk, incredibile. Madelon, Dennis en de kleine Gino. Wat hartelijk. Lekker eitje. Dat moet je in die kiphoek laten liggen, anders leggen die kringen niet. En het is de honderdste keer dat ik dat zeg. Denk jullie zijn het gepakt, ik niet. Leuk. Nou. Zijn jullie
feliciteren met jullie 20-jarig huwelijk, et cetera, et cetera. En dat als je de eieren uit het hok haalt, dat stenen ei moet laten liggen. Behalve als je het expres doet om te pesten. Leg terug dat ding. Dan zit die kip op een stenen ei en denkt dat er een lief kuikeltje uitkomt. En wij verloopt toch ook niet 9 maanden met een klomp steen in de buik? John! Rustig. Ja, kalm blijven, kapitein Gisperts. 1, 2, 3 en 4. Geen wijf, maar een vrouw. Beetje meer respect, hè? Valentijn, wat een lekker ontbijt. Geef niks voor het eindje. Zo goed dan. Jan Julius, heb jij het cadeau? Delen is vandaag de dag geen kattendrek, jongelui. John, oude bekvaller. In die 8 jaar dat jij nu als NATO-peuk bij mijn onderdeel bent ingekwartierd, heb ik jou en je trouwe maatje Danny leren kennen als een koppel. En als je denkt, dan wordt het de derde wereldoorlog. Jullie toch weer voor kiezen om als bondgenoten door dik en dun samen verder door het leven te gaan. Als ze niet vroegtijdig zijn uitgerookt. Hey, Ruk heet, ik stik je in de pleuris. Daarom heb ik bij wijze van symbool van een trouw voor jullie Keeshok. Dit waterbed. Wordt er een gerief. En bij jou, John, heeft de vliegbasis de hele legervlot leeggepleurd voor deze motorzaak. Danny, meid, John Ouwegabber, van harte gefeliciteerd. En happy landing. Hallo. Hey, John, later bent. John, het is eindelijk je motorzaak. Hey. Alleen voor de open haard, het heel blij in. Krijg nou wat. Champagne. Blazen. John, niet doen. Ja, kom op, John, blazen. Ah, kom op, kerel. Hè. Laat zien, ik heb niets meer jou. Zo'n ernstige toespraak was de opening, John. Kom op, pa. Doe dan. Wat een doerak. Dat zijn buitenkaarsen. Wat kinderachtig, Jan Julius. John, stop het. Kom op, kerel, voor heel. Wat geeft dat nou? Nou, letten jullie maar niet op hem. John is altijd sentimenteel als... Wie wil er een stuk uit? Wat is dit? Nou, laat maar. Je vader zit lekker over zijn vriendin Jane tuilen. Nou, ik kom maar. Nee, toch. Danny, toe, beheers je alsjeblieft dan! Wat zo'n toespraak je allemaal niet kan losmaken, hè? Ze
sorry mensen, het is alweer over. Danny, doe nou. Niks aan de hand. Daar. Wie wil het daar? Jenny? Waar? Happy birthday to us. Danny, krijg nou wat. Je niet, kerel. Ik zal de verdomme. Op een feest waar ze dagen naartoe geleefd heeft. Hoe ben je? Theodor, kom. Joosje, kom eens. Ga naar huis. Ja, jongens, de party is over. Hurry and wait. Dank u wel. Nogmaals bedankt. Ja, en graag tot de volgende keer. Kom maar, Kinootje. Zoiets had ik om Noord meegemaakt. Kom maar, jongen. Rij jij maar met Ollo Dollo mee, hè? Ho. Happy landings. Schot! Wat een feest! Hoe krijg je het voor elkaar, Klojo? Nou, ga met mij mee. Het wordt vanavond niks meer. Piet. Ik heb toch afscheid genomen van Jane? Ik heb het toch 23,5 dag niet gezien? Ik heb toch voor mijn gezin gekozen? Maar het is niet van de ene dag op de andere over. Dat moet slijten, ja? Ik ben ook wel een mens. Hij wel. Met die hondenkop zeker. Ik leg het er wel uit. Dan komen we goed. Ga er met me mee. Je zit met je kloten voor het blok, John. Je is volledig van de pot gepleurd. Laat er even op adem komen. Hè? Nou, ik ga thuis verder vieren. Als je me nodig hebt. Wat een feest. Piet, bedankt. Sorry, hè. Mag ik je moeder even? Ja, hoor.
papa? Oh, Valentijn. Sorry, knul. Mag ik mama even? Mama is boos. En ze wil niet met je praten. Oh. Mag ik van jou wel naar Mew? En die remmen ook nooit meer op. Rotwijf! Geweest tegen mama. En daarom weet mama niet of ze nog wil dat hij terugkomt. En daarom was mama zo boos. Maar nu is ze alleen maar verdrietig, net als jij. Komt het omdat ik soms stout ben? Nee, schat. Echt niet. Het komt omdat... Omdat papa... Het komt omdat die stiekem een rat bent die mijn leven kapot maakt! Kom maar dicht! Wat doet dan Piet bij mama? Oude hoeren. Praten over papa en mama. Die hebben een probleempje. Gaan ze scheiden? Kop dicht! Nee, tante Jenny. Nee. Zijn de jongens er niet? Het leek me beter van niet. Wil je iets drinken? Nee, dank je. Ik doe me wel eigenlijk. Ga niet zitten. Heb je haast? Zit ze op je te wachten? Dan niet.
Piet zei dat je iets te vertellen had. Ik ben er niet. Hallo? Ja. Ja, nee. Nu even niet. Ja. Ik ben je straks wel even terug. Goed? Ja. Daar. Ja, wat moet ik nou? Dat vraag je mij. Moet dan hier op mijn knieën liggen? Misschien heb ik recht op een verklaring na 20 jaar. Je hebt me 2 jaar lang besodemieterd. Tot in mijn eigen huis, tot in mijn eigen bed, John Gisbers. Ja, nou, dit heeft geen zin zo. Wanneer kan ik de kinderen zien? Geen sprake van. Ik mag ze toch wel uitleggen wat er aan de hand is? Dat doe ik wel. Je kinderen zijn volledig op je afgeknapt. Waarom ben je bij ons weggegaan? Juist nu we opnieuw waren begonnen. Waarom maak je dat kapot? Dat, ik heb geen zin in die verwijten. Piet had gezegd... Piet vindt het ook schandelijk wat je gedaan hebt. John, John, blijf hier. Je hoort bij ons. Doe het dan voor de kinderen, John. John! Stil, ja. Niet verdomme! Ja! De kinderen zien nooit meer zo'n Gisbers! Deze jongen had mooie moeders. Nog iets nodig? Nee. Man, ga toch mee? Nee, ik moet eerst met mezelf klaarkomen. Kan je lang wachten? Oké, Marse. Tot morgen, Kappie. Sinds onze laatste nacht samen, je bloemen, je afscheidstaart, de fles cognac die we met onze tranen vermengden, heb ik geprobeerd me bij je keuze om toch bij je gezin te blijven neer te leggen. Ik had gedacht dat mijn gevoelens van liefde voor jou zouden slijten, hoewel ik dat eigenlijk niet wilde. Maar er was geen andere oplossing. Nu... Na 24 dagen zonder jou, zonder jouw warmte, zonder jouw ontwapenende naïviteit als van een kind, is mijn verlangen naar jou juist steeds heviger geworden. Ik ben wanhopig. Ik weet me geen raad meer.
Ik heb oprecht geprobeerd een paar positieve kanten te zien. In een leven zonder jou. Maar een leven zonder jou, John, is voor mij geen leven. Geen dag! Jane! Pas nu zie ik hoeveel ik altijd van je gehouden heb. En hoe de schaarse momenten dat we elkaar konden zien, werden overschaduwd doordat we dat stiekem moesten doen. En dat Danny het nooit zou accepteren. Shit. Mijn liefste John, als je mijn armen lag en mijn naakte lichaam met kussen overladen. Ik had je niet terug moeten laten gaan naar je vrouw, John. Jane. John. Wat doe je? Mijn huiswerk. Met Jan Julius Gisberts. Mag ik kapitein Gisberts van het 3rd Squadron? Bent u even door? Ja, Duf Cornet met oom Piet hier. Je vader zit een paar dagen in het buitenland met de... Nou ja, je weet wel. Verdomme! Echt nou wat? Shit! Als je dat nog eens een keer flikt, je moet met de KGB gaan, jij! Ik hoop dat je genoeg bent aangesterkt om mij te steunen in mijn strijd tegen mijn vrouw. Herstellen ex-vrouw. Die ongetwijfeld middels zeer hinderlijk gedrag. A. Mij zal beletten mijn kinderen te zien. B. Ons zal trachten het leven zuur te maken. Ze zal wel wat rustiger zijn. Ja, hè? Mij kan niks gebeuren. Ik heb een goed gesternte. Shit.
Punt 1. Ik ga morgen met de lullen. Dus ik kan die hondenkop van Jeff niet leiden. Take it or leave it. Maar nou, point 2. Zoals elke klooier wel weet, bestaat onze NATO-hap het komende jaar... 25? 40 jaar. Het hoofdkwartier heeft dienaangaande verordoneerd dat elke lidstaat een bijdrage levert aan een zogenaamde promotieshow. Mede nu haar imago door eenzijdig Apollo-penis, oftewel gelullende ruimte van die vredestypes, een flinke deuk heeft opgelopen. En aangezien ons landje altijd voorop heeft gelopen in NATO, zijn de verwachtingen op ons en in het bijzonder op onze kluchtmachtbasis Van den Berg gespannen. Sorry Piet, maar wat heb ik daar nou mee te maken? Niks komt bij niks. Waar het niet dat er over een half uur een heel peloton gescheurd goed in de batterijbaar staat te trappelen om aan deze show te mogen meedoen. En dat de daarmee opgezadelde kapitein in Alemania bij een oefening Panzerkruis met zijn F-16 is neergepleurd. Jezus. Zeg dat wel, ja. Dood? Twee gebroken staanders. Ach, gelukkig. Niks gelukkig. Deze jongen moet daar fiets van balen. Want één manschap komt als vervanger in aanmerking. En dat is, halleluja, John B. Gisperts. En wel omdat hij van elk voorwerp wel een zit- of lichtplaats weet te maken. CQ toch niet gemist wordt. Ik? Uitgerekend, ja. Je blijft lachen. Mijn verzet is gebroken. Over een poepiaar zwaai ik af. Adieu met de hele kleren zo hier. Kan ik niet. Moet. Moet! Die show komt voor jou als geroepen. Leid je een beetje af van je huwelijksperikelen. Doet wat ik zeg, bevelings bevel. Maar ik heb geen bal verstand. Wat geeft dat? Je rot wel wat in elkaar. Ja, dus die klote klapjes bij de televisie doen. Ja, door, Haya. Kijk, opplakken die hap. Ja, Iber Kranhuis, koetsier. Ja, aanpakken die hap. En rechtdoor en linksaf. Wij hebben 25 meisjes nodig voor onze NATO-show. Als je nou denkt, dat hou ik niet vol. Want als je beneden de 18 jaar bent, ga dan nu weg. Nu het nog kan. Ook als je echt helemaal niet kan dansen, ook aftaaien, ja? Ga jij nou maar weg? Je kan helemaal niet dansen. Ik doe het zelf, jij kan ook niet dansen. Ach, jij trekt. Nog een paar afvallen, dat zijn nog te veel. Jij misschien? Ik heb er 36. Er moeten nog 11 af. We hadden er ook nog een paar voor reserve als ze. Ja? Zij is per 16. Waarom mag zij wel meedoen en ik misschien niet? Trut! Met mij maar leuk. Ho ho dames, ho ho! Shit. Is je huiswerk af? Gaat niet. Komt door huiselijke omstandigheden, zegt de directeur. Weer profiteren? Niet pikken. Ja, doorgaan. Zo, dat zijn er dan 48, majoor. Waar plaatsen we die dingen? Hè? Ga maar rechts. Huh? Alright. Koep zure regen. Ja, jongens. De hele zooi dan naar het achterterrein. Ja, zeg het nou wat. Net waar, moet hier plaatsen. Nee, daar. Hier. Ja. Go,
Godverdomme! We hebben wieken naar de kloten! Hey, Harold, alles goed? Ja? Oh, daar niet met John. Mag je een van mijn kinderen spreken? Jan Julius of Valentijn? Shit, teringneef! Kun je je voorstellen? 20 jaar heb ik dit mens volgehouden. Wie was dat? Dat was John, hè? Ik geloof niet dat ik jouw enige verantwoording schuldig ben. Krijg ik nou eindelijk eens mijn zakgeld? Nee, zolang jouw vader te beroerd is om alimentatie te betalen. Alimentatie, hallo is je kop, man. Doe zeg. Ik ben er weer niet. Laat dat. Luister goed, Danny. Ik weet dat de kinderen nu vrij zijn. Ik haal ze op en ik ga met ze naar de dierentuin of zoiets. De jongens hebben de recht om van mij te weten waarom ik er niet meer ben. En hou me niet tegen waar ze... Shit. Jongens, dat waren tante Jenny en oom Mac. Barbecuen. Ja! Yeah! Wij bemiddelen niet alleen tussen conflicterende echtgenoten, wij doen psychologisch onderzoek bij dat kind zelf. Hoe gaat dat kind met die conflicten om? Het advies dat daaruit voortvloeit is altijd bindend. Dat duurt wel even. Pardon? Ik zei... Nacht, laat maar. Vat u dit niet als een verwijt op, maar u heeft uw gezin verlaten en niet zij. U bent naar een andere vrouw vertrokken. Vooralsnog zien wij geen aanleiding dat de kinderen aan u worden toegewezen. Bovendien hangt zo'n jong als Valentijn op die leeftijd erg aan moeder. Wellicht zou alles een positieve wending nemen als u bereid zou zijn om alimentatie te betalen. Als ik de jongens nooit mag zien, no cure, no pay. Ik kan ze niet eens uitleggen waarom ik dan niet meer aan het ontbijt zit. Omdat u ze opeist. Begrijpt u dan niet dat ze dat als bedreigend ervaart? Ja? Oh ja, er wordt hier een andere lamp opgehangen. Als u er geen bezwaar tegen heeft, gaan we even naar de kamer hiernaast. Dan kunnen we daar rustig verder praten. Zo, hè? Ik wil dat kijk van de kind nooit meer zien. Oh. Dat kunt u mij niet aandoen. Laat die godsen met zijn moeder blijven. Oh, sorry. Wij zaten even hier. Er wordt een nieuw zeil in mijn kamer gelegd. Komt u maar mee. Wij vinden vast wel wat anders. Ja, nou, ja. Valentijn. Zo. Gaat u toch met zijn moeder? Gaat u maar zitten. Zo. Dus uw drie dochtertjes, waarvan de oudste, Trudy, nu... Wat dan dochtertjes? De verkeerde map. Excuses. Wat die Trud nou weer over mij tegen de KPR heeft gezegd? Wat die lul nou weer over mij tegen de KPR heeft gezegd? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 1. Bye.
kom ik. Hé, hey, juich als ik tevoorschijn kom, hè. En... Oké, okay, take a break, hè, jongens? Het gaat goed, heel goed. Ja, doorgaan. Luister. Heb je er weer een? Ik heb net in Brussel een spoedvergadering gehad met de hele NATO-top. Hou je vast. Ze willen alle bijdragen van de NATO-landen aan de show rechtstreeks op de televisie pleuren. Dus ook dat kontgewapen van jou, dat gebeurt goed van je. 250 miljoen kijkers. Schiet mij maar lek. Kan ik niet. Moet. Kan ik niet. Hij wel. Hij wel. Hij wel. Kan ik niet. Hij wel. Kan ik niet. Kan ik niet. Kan ik niet. Danny. Oh. Ja, stellen. Jane. Back home. Ta-da-da-da-da-dam. Ze komen, zondag. Wat nou weer? Je kinderen. Wow! Dat doet ze alleen om die trut van de KPR op de hand te krijgen. Wedden? Hé? Doet Jane allemaal zelf. Die Danny heen. Leuk, hè? En dit kun je zo eten. Heeft u kinderen? Nee, maar ze is wel gek op ze. Geen spatgif kun je zo eten. Ze heeft jou van ons afgepakt, hè? Helemaal niet. Proef je verschil? Dus, ik ben niet bij jullie weggegaan, maar bij je moeder. Sterker nog, die heeft me eruit gezet. En nou is jullie moeder zo boos, dat ik niet meer terugkom, dat ze papa wil pesten. En waar pest ze papa het meest mee? Hè? Van wie houdt papa het meest? Van zijn helikopter. Hé, wat leuk. Oh, puntje, puntje. Hè? Zo noemen we Jane, anders wordt Danny hysterisch. Papa houdt dus het meest van jullie. Gek, hè? Dus pest ze papa het meest als ik jullie niet mag zien. We zijn er nou, toch? En dat vindt papa volkomen... Kut met peren. Mag ik niet zeggen, hè? Hier wel, hoor. Leuk. Voor de telefoon. Je belt maar een cel. Oké, jongens, dat doen we vaker, hè? Ik zie wel. De mazzel. En je komt bekijken bij mij wanneer je me wil. Fiets. Hé, hey, en bellen, hè? Het nummer van puntje, puntje. En van de vliegbasis. Oké. Hé, en laat je niet door je moeder op je kop zitten, hè? Ze is er niet. Ook niet. Nou, jas uit. Make it yourself comfortable. Whiskietje.
zegt dat ik bij haar blijf wonen. Omdat ik uit haar buik kom en van de melk heb gedronken. En omdat ik later net zo'n blond haar krijg als haar. Ja, grijs haar. Dat heeft ze geverfd. Welterusten. Ga je nou weer weg? Ik wacht tot je moeder er is. Mag dat dan van Jane? Graag. Kust je het meest? En wie vind je het aardigst? Als je het niet weet, gooi het mij links. En wat zie je hierin? Ja, die lijkt wel op u, ja. Dat zou ik niet doen. Ik wil met haar praten. Ik denk niet dat dat veel oplost. Er is te veel gebeurd. Daarom juist. En ik heb een goed gesternte. Oh boy. La Traviata herself. Praat niet met een jonge meid die stiekem vloekt in een gelukkig huwelijk. Die de vader van mijn kinderen afpikt. Veel geluk met dat stuk ongeluk. Laat het toch met rust. Je maakt het alleen nog maar erger. Kom.
groeten van je vrouw. Je hebt je licht laten branden. Waar is de drank? Godsamme kraken. Veel zoeter. Gezonder ook, hè? Die woont hier niet. Jan Julius, help eens even. Wie heeft het huis betaald toen opa doodging, Jan? Ik doe het wel. Danny, wat heb je nou weer uitgevreten? Ik weet het, Piet. Zo ben ik nou eenmaal. Waar is papa? Waarom praten jullie niet eens met elkaar? Even zien. Een beetje relativeren, hè? Lekker. Proeven? Weet je nog in Rome? Wat is er dan met Valentijn? De dokter kan niks vinden. Misschien iets psychisch. Ik zal me maar geen zorgen maken. Je weet nooit wat er allemaal in de kleine zieltjes omgaat. Door alles wat er gebeurd is. Hè? Maar let's forget the past. Let's forget the future. Nou, Danny, dat meen je niet. Het spijt me dat je misschien verkeerd behandeld hebt. Je vernederd voelt. Dat had je wel eerder kunnen bedenken, John. Okay. Maar ik hoop toch dat we in de toekomst geen vijanden meer zijn. En dat jij met steun van je vrienden klaarkomt, met jezelf... Klaarkomen? Hé, zeg. Ja, flauw. Sorry. Nou, ik zal me maar geen zorgen maken over de kinderen. Wij slaan er ons wel doorheen.
Encore deux cognac, Gérard. Oh, ik niet. Dat hoort toch niet zo, Dommy? Dus nog even voor de goede orde. Ik krijg de jongens dus elke twee weken een lang weekend. Ik haal ze zelf op bij de Anke Bauma school. En breng ze om 8:15 exact weer terug. En verpest niet hun haar, koop geen foute kleren en zet ze niet op tegen de moeder. Goed. En over de vakantie praten we de volgende keer. Hier weer. Mag ik de rekening? Zo. Echt geen cognac? Nee, dank je. iPay. Nee, ik moet naar huis. Ik vond het heel gezellig. Je hebt geen idee hoe blij ik ben dat ik eindelijk hier rustig kunnen praten over de kinderen. Naar huis! Leg ze op je te wachten, hè? Op money? Danny, je hebt Piet beloofd dat je... Verdomme! Waarom ben je na 20 jaar weggegaan? Ik heb het recht te weten. Wat heb ik fout gedaan? Oh, no! Ik betaal. Gevoel van eigenwaarde, ja? Vroeg een mevrouw meneer Gispers nog iets van de zaak aanbiedt? Naturellement, Gérard. Champagne. Nee, we gaan. We? Niks we! Ik heb mijn hele leven al in jouw pijp gedanst, zo'n Gispers. Aha! De alimentatie. 200 gulden voor 4 kleine kinderen. Oh, boy. 2 kinderen. Champagne! Kom op, John. Carpe diem. Niki Lauda. Shit.
Gispers, ik ben Anke Bouma, het schoolhoofd. Mijn school heeft als stelregel bij scheidingsgevallen dat er uitsluitend contact met de pupil tot stand mag komen na toestemming van de ouder bij wie het kind woont. Ik kan u dus niet van dienst zijn. Shit, Valentijn! Hoe durft u een kind van 8 jaar te ontvoeren? Dit heeft geen zin. Probeert u liever de legale weg. Ons standpunt is u duidelijk. U verstoort hier de rust. Gaat u toch weg? Bouma, kakschool! Ik wil niet dat je in die brievenbus... Geen sprake van. Eerste beslissing van de KPR, dat was de afspraak. Maar dan is hij niet meer jarig! Erin. Dankjewel. Ja, Pils. Hier, Jochie, aanpakken. Ik ga wel even bellen. Dag, Hampie. Ze zit al in het vliegtuig. Wat? Ja, hey. Doet dat ding open. In het vliegtuig? Hé, hey, Jane. Leuk hier, hè? Papa, waar slapen we vanavond? Nou, jongens. Jullie hebben wel heel leuk dat jullie gekomen zijn. Waar kan ik dat neerzetten? Hé! Hé! Jane! Jane! Jane, jongen! Jane! Jane! Ja, dat is vervelend, hè? Dat hele gedoe rondom zo'n scheiding. En dan al die KPR-wijven hier, hè? Maar we zijn weer een heel stuk verder gekomen. De voorlopige toewijzing aan moeder, wist je al? Voor je verder gaat, hou je vast.
De moeder heeft het huis uitgegooid. De jongens pikt het niet langer. Ze worden nu al 2 weken bij mij en mijn vriendin. Wat zeg je? Ja, ze gaat bij ons naar school en alles. De moeder is spoorloos verdwenen. Ik heb hier een verklaring van de arts. Dat ze niet meer in staat... Shit. Op je nagels. Nachtgerecht vies beest. 2 keer gepoetst. Goed zo. Ga ik terug naar mijn moeder en die zit in het gekkenhuis. Deur dicht. Nou, toe zeg. Herstellen. Hotel, valt die sper dan? Ja. Mag ik nou een koekje? Je hebt je tanden gepoetst. Geef mij er eens een. Je hebt er net 2 gehad. En je hebt de hik ook al schrok op. Moeie. En je gaat heel snel dood. Oh. Wat doe je als ik dood ben? Snel anders zoeken. Huilen! Met je poenen vandoor gaan. Dan gaan ze naar hun moeder. Nee! Poeh. Blijven we niet bij Jane dan? Nee! Vind je Jane dan niet aardig? Ja, maar dan moet ik de hele dag aan jou denken en dan ben ik zo verdrietig. Oh, wat is het toch een lekker knaapje! Mag ik nou een koekje? Godallemachtig! Hij is op met die stomme hik. Kan hij toch niks aan doen? Valentijn, we gaan naar bed. Kom je? Hé, je moeder achter je! Zie je wel? Hik over. Meneer Gesberts, het herentoilet is hiernaast. Maar dat kan niet! Dat kan wel. In haar vorige doktersverklaring staat toch duidelijk voorlopig ja. Dat kan u en mijn vervangers toch niet ontgaan zijn. In deze brief verklaart haar arts dat ze volledig hersteld is en haar taak als opvoedster van de kinderen weer voor 100% aan kan. Zoals dat aan het begin van ons onderzoek het geval was. Hier, een afschrift van de inrichting. Idem dito. Er is geen enkele grond aanwezig ze niet zoals oorspronkelijk bij uw vrouw te laten wonen. Ex! Bij uw ex-vrouw te laten wonen, zolang als het onderzoek nog niet definitief is afgerond. Weet u wat dat onderzoek zal uitwijzen? Wat dacht u dat er in zo'n joch als Valentijn omgaat? Zo ervaart die moeder. En zo vader. Barf, mens, krijgt de zonnesteek! Verdomme! Kijk uit, hoor. Allemaal tering blijven hierop. Aangezien het ijzeres en KPR niet wenselijk voorkomt de sterke arm in te schakelen, sommeert de rechtbank aangeklaagde John P. Gisberts binnen 24 uur de kinderen Jan Julius en Valentijn Gisberts terug te bezorgen bij de rechtmatige voogdes Danny Vlierswijk, voormalig Gisberts, tegen een dwangsom van 100.000 gulden. Voor elke dag bij een gebrek blijven deze. Was getekend rechter Huppel de Bub. Dat betekent in normale taal dat jullie je koffers kunnen pakken. Zo. Nee! Nou, dat gaat dus mooi niet door. Op die poel heb ik dus niet. Shit! Ah. Hier, mijn pak. Dat is de NATO, four years without tears. Jezus, ben ik zenuwachtig voor die generalen. Hé, die New York is gevaarlijk. Kleine. Even schuimpjes zien, moeder, hè? Je moet morgen pas zenuwachtig zijn. Je zult het wel zien. Hé, joh, laat even je op. En als je moeder komt, niet met hem meegaan. Nou, kom op nou. Dat is een best maar hoger beroep. Die komt s'avonds niet. Succes. Die heeft nyctofobie. Wat is dat? Wat weten jullie toch weinig van je leeftijd? Nyctofobie. Die is bang in het donker. Ja, scheuren met je. Dat is de NATO, hè? En maak weer lekkers voordat we terug zijn. Oké. Okay. Dag, tot vanavond. Is dat generale? Is dat met generaals? Dat is de laatste keer oefenen voordat je vader morgen op de televisie komt. En wat is dat? Hoge beroep? Hoge beroep, ja. Wat leg ik dan nou? Heerlijk. Dank.
leuke cadeaus allemaal. Wat een leuke cadeaus voor de jongens. Wat een hartelijkheid. Jullie zijn zo lief voor me. We zijn blij dat je gezond en wel weer terug bent. Ik vind het zo erg voor je dat je de kinderen nog... Heb je ze nog helemaal niet gezien? Nee. KPR achter zich, kort geding gewonnen. Echt? Nou, jongens. Hij verbergt ze gewoon. Het is werk. Het is feest. Goed dat je deze tent niet verkocht hebt. Ja, sorry hoor. Wat zie je er goed uit. Doe je toch gewoon de sterke arm op af? Dat wil ze niet voor de kinderen. We zijn blij met je, Danny. Ja. Ik heb respect voor je moeder gevoerd. Petje af. Hè? Ja, verdomd. Kan elk wijf een voorbeeld nemen. Ja. Hallo. Hallo. Lekker slapen. Morgen is het feest. Komt papa ook op de televisie? Over de hele wereld. Dan ziet mama hem ook. Wildtruft. Hallo. Kom. Zeg, dat zal ik je wel vertellen. Kom maar. Oh. Hekstenbal! Oh! Hey. Jij bent hier, ja. Jongelui! Roer bieten! Ik en mijn trouwe compagnon, de oude peer Donald, willen een daad stellen. Een daad die recht doet gelden. En daar moeten jullie ons in bijstaan. Vannacht, om 12:00 precies, willen wij ons alle vriendin Danny verrassen met een cadeau. Dat ongetwijfeld haar liefste wens is. Hé, hey, heb je iets tegen die wijven gezegd? Ja, dat ik even naar de hoeren zijn. Ah, goed. Ja. Hallo? Ik weet dat je alleen bent. Ik ben heel dichtbij je. Ik kan je zien met je groene jurk. Wie is daar? Ik kom dichterbij je. Nou, geef op, hey, zeg nu maar bij je moeder, hè? Ja, rot geintjes, puberteit. Jane, de generale loopt gesmeerd. Piet zegt dat ik morgen op de televisie geen slechte figuur sla in de show. Weet de hele wereld wie kapitein John P. Gispers is. Oh, ik moet nou weer op. I love you, baby. Dat hele orkest doen we ook hier. Aida, La Traviata.
Tof zeg, al die lekkere meiden. Zeg, heb jij wel eens... gewipt? Nou. Hoe vaak doe jij het nou met Jane? Zeg eens nou uit. Dames en heren. Mag ik even uw aandacht? Jullie weten allemaal waarvoor wij hier zijn. Deze party houden wij ter ere van de behouden terugkeer van ons alle vriendin Danny. Danny, mag je wel? En als bewijs van onze vriendschap, namens ons alle hier vertegenwoordigd, hebben wij een cadeau waarvan wij denken, bijna zeker weten, dat Danny dat zeer op prijs zal stellen. En wij zeuren niet langer meer over wat ze het laatste jaar allemaal heeft doorgemaakt, want nu is het feest. Ja. En Danny, het cadeau kan niet worden geruild. Nee. En dames en heren, wilt u mij nu maar volgen? En rustig, komt u maar. Danny, Danny, mag ik je bezoeken? Kom. John. Jij blijft hier, hè? Waar is Valentijn? Ik dank u. T-
200 miljoen kijkers over de hele wereld zullen vanavond bijdragen gaan zien van de 16 aaneengesloten landen. En daarvoor schakelen wij steeds per satelliet rechtstreeks over naar één van de NATO-partners. En om de kijkers thuis een indruk te geven van elk land, zullen deze bijdragen steeds hier vanuit Brussel worden voorafgegaan door een kijkje achter de schermen. Al zover is. We schakelen nu over naar NATO-lid Turkije. Ben je niet meer boos? Nee, ik ben nooit boos op je geweest, lieve schat. Mag ik dan naar mijn vader kijken? Nee, dat heb ik al gezegd, dat wordt veel te laat. Nou, over 20 minuten moeten we de lucht in. Ik ben lichtelijk gezwollen met een paarslandje van die zakkenwasser. Maar joh, hij is hier nog thuis. Zijn zoontje is ontvoerd. Wat zegt? Wel godverdieren daar, dikke veter. Hij is helemaal bij de pot gepleurd. Ja, waar is de idiote pak van die kattenkoppen nu? Naar buiten met die hap. Uit de weg, mee. Jij bent mooi genoeg zo. En jij meekomen. En meenemen die verf. Nou... En dat was dus Duitsland. En dan komen we nu aan een bijdrage van het kleine land Nederland, dat sinds de NATO bestaat een van de volgzaamste partners is geweest. Eerst iets over de historie van dit maar o zo dappere landje onder de zeespiegel. Symbol of the Netherlands. Kijkers zullen nu gaan zien waarin een klein land groot kan zijn. Over naar de vliegbasis van den Berg.
Schotland. Daar gaan we even drinken in een kantine. Oké, kom op jongens. Het spijt me. Tot zo.
give up your